De internationale vliegoefening Frisian Flag vindt in Leeuwarden plaats. Gedurende 2 weken beoefenen jachtvliegers missies in internationaal verband. Deze vliegoefeningen zijn voor hobbyisten een uitgelezen kans om mooie foto's van de vliegtuigen te maken. Nou, de moeilijkheid is om het ding mooi stil op een foto te krijgen door de snelheid. Want je staat niet stil, hè? Het vliegt altijd door. Dus de ene komt wat sneller binnen dan de andere en wat hoger dan de andere. En je moet je voorzien, het is net als een postzegelverzameling. Je zorgt dat de nummers achter elkaar komen. Hè. Dat is het mooie ervan. Dus de uitdaging dat het erin zit, dat is ook de reden dat er zoveel mensen komen? Ja, ik denk het wel. Ja. Maar, het is gewoon het uniek om een foto te maken dat die heel scherp wordt. En je kunt hem een klein beetje bewerken, maar daar ben ik zelf niet zo voor. En daarom vind ik het heel mooi. De vliegoefeningen worden druk bezocht. Mensen vanuit andere delen van het land en zelfs uit het buitenland komen naar Leeuwarden om de vliegtuigen op beeld vast te leggen. Nou, als ik om me heen kijk is het heel erg druk. Denkt u dat te kunnen verklaren waarom er zoveel mensen hierop afkomen? Ja, omdat ik denk dat ze hetzelfde hebben als mij. Een beetje gek. Anders doe je het niet. Nee? Nee, je moet wel gek wezen. Dus het is alleen maar voor gekke mensen? Ja, denk ik wel. Kijk maar om je heen. Mocht je nog graag een glimp van de vliegtuigen willen opvangen, dan kan dat tot vrijdag 7 april.